Dit is Zwolle Actueel op RTV Focus. De beste fietsstad van de wereld. Nou, die titel die kan je natuurlijk maar één keer per jaar weggeven. Althans, één keer per jaar. Nee, de organisatie die die titel weggaf, die gaf hem twee keer weg. Want hij ging eerst naar Utrecht. Toen berekenden ze het nog een keer opnieuw. En toen ging die naar Zwolle toe. Maar wat is dat nou eigenlijk, de beste fietsstad? En moeten we daar heel blij mee zijn met die titel? Nou, dan kun je dat in Zwolle aan niemand beter vragen dan aan Edwin Koster. Voorzitter van de Fietsersbond Zwolle. Dat ja, klopt. Dat klopt. Ja. Welkom bij ons aan tafel, Edwin. Was je heel verheugd toen je hoorde dat we de beste fietsstad van Zwolle van de wereld waren geworden? Nou ja, ja. Ik zal je eerst, het was een beetje een dubbel gevoel, want ik kreeg een heads-up van de fietsambtenaar van Zwolle. Die stuurde dat berichtje door van nou, we hebben het en willen jullie dat vooral gaan rondbussen, zodat het een beetje gaat leven. Ja. Maar ja, wij zaten toch een beetje met het gevoel, ja, maar waar komt dit dan vandaan? We kennen de hele organisatie niet, inwoners zouden eraan mee hebben gedaan. Dat kenden we niet, dus we hadden wat mixed feelings. Kijk, en dan is het mooi dat je aan zo'n lijstje staat. Maar ja, als wij onszelf als Nederlandse steden gaan vergelijken met Bogota, wat volgens mij meedoet, en Amerikaanse steden, ja. Dat win je met twee vingers in de neus. Om het nog wat ingewikkelder te maken. Je bent van de Fietsersbond Zwolle. Mm-hmm. En jullie zijn zelf ook met een vergelijkbare verkiezing bezig. De Fietsersbond heeft al jaren de fietsstadsverkiezing. Mm-hmm. En dat is nu tegenwoordig echt een publieksprijs. Dus je mag als fietser gewoon zelf die enquête invullen. Kost je 10 minuten. Ik roep iedereen op om dat vooral nog eventjes te doen. Te vinden op fietsersbond.nl. Op www.fietsstad.nl. Ja, dan komt er een enquête voor je. En dan kan je het hebben over hoe goed er geveegd wordt. Hoe goed er gestrooid wordt. Ja, ja. Of de paarden goed zijn of dubbelzijdig, de verlichting, nou noem het allemaal maar op. En dat zijn ook de elementen, daarom waren we ook wel een beetje mixed feelings. Ja. Van nou, waar hebben die Amerikanen dan precies op getoetst? En toen ging het over zoiets als veiligheid. Mm. En daar deden we het dan niet zo goed op. Ja, en daar hebben wij ook heel veel prachtige voorbeelden van. Dat er nog wel wat wegen zijn in Zwolle waar we denken, kan nog wel een tandje bij. Ja, ja. Dus wij hopen ook graag Fietsstad 2022. Ja, ja. In ieder geval heel veel respons. Ja, ja, ja. Hey Edwin, ik loop al een tijdje mee in de lokale Zwolse journalistiek. En al vanaf de allereerste keer schoof jij regelmatig aan voor onze camera's of bij mij aan tafel. Je bent daar wel bezig. Zie je daar een enorme verbetering in? Want die titel die komt wel ergens vandaan. Dat we nu ook de ambitie hebben uitgesproken. We willen de beste fietsstad van Nederland worden. Hoe staan we ervoor? Kijk, Zwolle staat er natuurlijk gewoon goed voor. En dat heeft alles te maken met de keuzes die in het verleden alles zijn gemaakt. Heel veel ongelijkvloerse kruisingen. Dus dat betekent dat je langzaam verkeer en snel verkeer van elkaar scheidt. Dat is heel slim. En wat ook heel goed is, is dat je bedenkt, nou weet je, als wij die fietser willen laten fietsen, dan wil die zo min mogelijk verkeerslichten tegenkomen. Want stoppen, dat is iets wat een automobilist wil dat ook. Maar ja, die moet nou één keer, omdat die auto voor hem zit. En een fiets is net wat anders. Dus die wil zo min mogelijk verkeerslichten tegenkomen. Dat hebben we voor een groot deel goed geregeld. Mm. Maar goed, ondertussen merken wij ook, die stad die groeit en dat fietsverkeer dat groeit ook. Dus wij hebben nu ook paden die niet meer berekend zijn op de hoeveelheid fietsers. En dan willen we nog 20% groeien. Yeah. Ja, dan zijn er echt nog wel dingen die beter kunnen. En sinds 2014, toen hebben we hem gewonnen. En we hadden hem misschien het jaar daarvoor of de verkiezing daarvoor ook nog wel kunnen winnen. Maar toen was het nog een vakjury. En nu is het echt een publiek jury. En dat vind ik juist het mooie hiervan. De fietser zelf, dat is natuurlijk de beste ambassadeur van de fietser. Als die dit goed vindt, ja, dan kan je met verve zeggen, we hebben de boel van elkaar. Tegelijkertijd, bij die publieksjuries is het ook altijd een beetje van, ja, hoeveel mensen weet jij te mobiliseren? En als die allemaal maar gaan stemmen, maar dan wordt er niet echt naar de echte, dan is het meer onderbuikgevoel, zeg maar. In plaats van dat je ook naar de harde cijfers en de harde realiteiten kijkt. Nee, goed, kijk, ik zeg ook niet dat de heilige graal is. Het is veel meer dat je ze naast elkaar kan leggen. En daar haal je gewoon daar haal je informatie uit waarmee je uiteindelijk ook je beleid verder kan insteken. Mm-hmm. Kijk, als hieruit komt van nou, iedereen is eigenlijk dik tevreden over de fietspaden in Zwolle. Want die zijn breed genoeg.
prima. Dan hoor je mij daar ook voorlopig even niet meer over om daar op aan te jagen. Maar als daaruit blijkt dat ze dat niet zijn en als bijvoorbeeld ook in de praktijk, want wij blijven kritisch, gewoon wij dingen vaststellen van ja, dat is dan wel een dubbelzijdig fietspad, maar ja, dat is wel heel erg smal. Dat voelt helemaal niet meer aan. En je kan wel een streep in het midden zetten, maar daarmee heb je dat nog niet gedaan. Nee. En als je de ambitie uitspreekt, want dat, zo ben ik ook, de gemeenteraad heeft hem omarmd. Wij hebben nu de ambitie uitgesproken. We willen wereldfietsstad zijn. Nog even los van deze prijs, maar dat willen we zijn. We willen gewoon de beste zijn. Ja, dan moet je ook een tandje bijschakelen. Misschien wel twee tandjes bijschakelen. En die is omarmd. Dus het moet gaan lukken. Maar er zijn nog echt slagen te maken. Ja, ja. Hey, als we zitten hier aan de Zeven Alleetjes, maar ook aan de burgemeester van Rooijenseel. Ja. Dan heb je het over die ring rondom de stad. We hebben met de verbouwing van de spoorzone hebben gezien dat daar veel veranderd is. Vooral als je vanuit de westelijke kant die als fietser die stad in wil. Ik vind het een vrij onlogisch manier. Ik moet altijd heel goed bij nadenken van hey, waar ga ik er nou in en waar loop ik er tegenaan? Ja, nee. Is dat een van de punten waar je dan nog verbeterslagen zou moeten maken? Dat is wel een ultieme wens van de Fietsersbond om die ring gewoon af te waarderen. En ik weet dat het de gemeente uiteindelijk ook wel wil. Ja. Dat moet geen stroomweg meer worden. Dat moet een 30 kilometer weg worden. En veel autoluwer dan dat die nu is. Want nu is het soms gewoon echt een racebaan. Ik heb er afgelopen zaterdag nog even gestaan. Op drukste moment, als de markt er is. Ja, ja. En dan zijn er ook nog steeds mensen die met een hele grote Amerikaanse pick-up met een behoorlijke snelheid toch nog even denken van ik moet die Van Rooijenseel over. Maar daar fietsen dus ook mensen die komen een zebra tegen. Nou, de herinrichting, doordat we de bushaltes daarbij de Nieuwhavenbrug hebben gebracht, heeft het voor fietsers wat verslechterd. De linksaf de stad in is een lastiger geworden. Wij hebben de gemeente gevraagd. Maar die bushaltes, laat dat maar zitten. Maar maak daar nou gewoon een 30 kilometer gebied. Al is het allemaal tijdelijk. En is het maar een pilot of weet je veel. Maar ja, dan komt het heel formalistisch, wordt het dan. Ja, nee, maar het is een stroomweg. Dat kunnen we niet doen. We zetten zich de regels tegen. En de politie zegt, ja, we gaan niet handhaven. Want hij is niet ingericht als een 30 kilometer. Maar als hij 30 kilometer is, gaat de politie ook niet handhaven. Dus ja, uiteindelijk, het gaat er dan om, wil je het? En als je het wil, dan ga je dat ook gewoon doen. En dan doe je dat maar als een pilot. Maar goed, ik heb gisteren ook bij jouw stukje Zwolle, als een mooie bijeenkomst door de gemeente Zwolle georganiseerd. Daar is dat ook nog eens een keer weer als een van de wensen vanuit de bevolking ook naar voren gekomen. En daar staat ook bij van, nou misschien moeten we het maar eens gewoon gaan doen. Dus dan denk ik, dat is toch weer mooi, dat is hoopvol. En ik wil ook niet een verbitterde man zijn, dat wil ik niet. Maar ik ben wel kritisch en ik blijf wel aanjagen. Want ja, uiteindelijk wil ik dat deze stad gewoon een ideale, fijne stad is om te fietsen. En ja, die auto, die heeft wel een beetje zijn langste tijd gehad. In ieder geval voor het vervoer in de stad. En er zullen mensen zijn die hem knetterhard nodig hebben. Die misgun ik dat ook helemaal niet. Maar wij kunnen met z'n allen echt veel meer als we gaan fietsen. Ja, oké. Okay. Wat er even daarbuiten, de enquête van de Fietsersbond, die loopt op dit moment. Gaan we dat halen, de titel 2022? Dan moeten er nog wel wat mensen gaan stemmen. Dus nogmaals, ik haal even de oproep om dat gewoon te gaan doen. En al is het maar om gewoon duidelijk te maken. Misschien wil je wel helemaal niet dat wij het worden, omdat je het slecht vindt, geef dat dan ook aan. Ja. Ga hem niet manipuleren, zeg van, nou, ik vind het allemaal ruk en dan kan ik de gemeentes even een hak zetten. Daar hebben we natuurlijk ook niks aan. Nee, het gaat erom dat je echt goede data hebt. Ja. En er zijn echt dingen die goed zijn hier in deze stad, absoluut. Er zijn ook dingen die nog beter kunnen. En als we dat goed in kaart hebben, dan kunnen we er ook focus op aanbrengen. Want dat is ook iets wat ik zeg. Laten we nou ook daadwerkelijk, als we een route gaan doen, niet even alleen dat ene stukje doen en dan vervolgens 5 jaar lang niks met dat andere stukje dat dan slecht is. Ja. Zo zie je dat. Middelweg heb ik als voorbeeld wel eens genoemd. Er ligt een heel mooi stuk betonpad vanaf de Zwarte Waterallee. Mm-hmm. Halverwege houdt het op bij dat tunneltje richting Bachlaan en de andere kant op. En dan wordt het baggerasfalt. En dat is al 5 jaar zo. Ik breng mijn dochter al regelmatig naar de hockey daar. En dus daarom valt het mij misschien daar wat meer op. Maar ik denk iedere keer, hoe kan dat nou toch? Waarom blijft dat zo lang haperen, hangen? En dat is ook een route naar school. En ook dus naar de sportverenigingen. Nou, zorg dan dat die op orde is.
Dan gaan we allemaal op de fiets. Dan gaan we ook niet met de auto. Ja, oké. Okay. Goed, wereldfietsstad zijn we al volgens een Amerikaanse organisatie. En als je vindt dat we ook de beste fietsstad van Nederland zouden moeten worden, dan moet je vooral even naar die enquête gaan invullen. En behalve de positieve dingen kun je daar ook de negatieve dingen kwijt. Dankjewel, Edwin.